moment werk ik in de praktijk nog ook veel zelf. Zoals gewoon installatie maken. Daarnaast begeleid ik monteurs. Ik bereid ook de projecten voor. Dat houdt in het bestellen van materialen. Dit zijn die zekeringen die bovenin staan, die kun je gewoon bestellen. Ja. Zie je dat? Het vak elektrotechniek, ja, dat is eigenlijk alles wat waar een kabeltje aan zit. Tegenwoordig is bijna alles elektrisch. Kijk maar naar je eigen auto, telefoon. Gewoon de techniek vind ik hartstikke mooi. Ze willen hier elektrische laadpunten plaatsen, zodat elektrische dienstwagens dus hier ook opgeladen kunnen worden. Naarmate de grootte van het project bekijk ik of ik nog extra mensen nodig heb. Dan neem ik altijd een monteur mee. Hoi, ik ben Dennis. Ja, dat is mijn monteur. En die moet ik altijd instrueren. Laat ik dan zien wat er moet gebeuren. Zo, dus hier aan de rechterkant moet een oplaadpunt komen. Daar aan de rechterkant. Calculatie vind ik toch wel heel moeilijk. Tekenen, engineering. Ik vind dat zelf op school vind ik dat het lastigste onderdeel. Er echt tegenaan kan houden. Ofzo. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind vooral de variatie leuk. Verschillende locaties. En wat ik heel erg met Guido heb, is dat ik soms wel eens het idee heb dat ik in de spiegel kijk. Soms noemen ze ons op het werk ook wel vader en zo, maar omdat je zo nauw samenwerkt met elkaar, ontstaat die band gewoon zo. Hey. Hey, gelukt? Ja, het zit er allemaal op. Ja, hartstikke mooi, Guido. Vertel jij, het is een speciale dag. En we hebben al vijf beugeltjes erop geschroefd ondertussen, dus we zijn al heel productief bezig geweest.